Ja, de ontwikkelingen in het winkelcentrum De Zeeland die staan eigenlijk nooit stil. Want naast het feit dat er vandaag Scapino winkel is geopend, de grote zaak, is er ook nu in de hal een kraam die hotdogs verkoopt. Hotdogs in allerlei soorten en fantasierijk opgemaakt. En ja, dat is toch wel een verrijking, vinden we, voor het totaal van hier De Zeeland, waar weer wat meer, ja, ook op de begane grond, toch naast de versmarkt die er al is, toch ook wel weer wat leuks is ontstaan. En we hopen dat deze jonge ondernemer, Jan Veldmeijer, een geslaagde start kan maken. Ja, het is vandaag donderdag 12 april 2018 en ik ben hier in De Zeeland en mijn oog werd getroffen door een kleurrijke kraam, een hotdog. Hotdog staat er opgeschreven met grote letters. En ja, degene die dat uitbaat hier in de hal van De Zeeland is Jan Veldmeijer. En Jan, hoe ben je tot dat initiatief gekomen? Nou, mijn vader en moeder doen dit al een paar jaar in het station van Antwerpen. Mm-hmm. En dat heeft mij geleerd. En ik ben nou tot leeftijd gekomen. En toen dacht ik, ik ga het zelf proberen. En De Zeeland heeft mij de kans gegeven om hier te komen staan. En die heb ik aangepakt. En daar ben ik elke dag mijn best voor aan het doen. En ik ben tevreden. Ja, want het is wel een verrijking hier voor de toch wat vrij saaie hal waar weinig wat dat te pakken was. Ik vind het toch wel echt mooi hoor. De visschilden, alles, de verslagen, de rafels, er komt een nieuwe zuivelhoeve. Ja. Een supermooie drankhal, bloemenshop. Ik vind het toch wel een hele mooie hal. En ik ben heel blij dat ik hier de hal mag uitbreiden, zeg maar, met mijn concept. Ja. Ja, maar het mooie ervan is, Jan, dat je staat hier, maar de mensen die erbij willen zitten, die kunnen hier natuurlijk langs de bankjes plaatsnemen en op hun gemak van de hotdogs genieten. Ja, ja. Ja, jij, en dat is ook wel het idee. Dat, Want hotdogs, maakte jij ook al in Antwerpen? Of? Ja, mijn vader en moeder in Antwerpen. Ja, daar werkte ik bij en ik ben het toen zelf over gaan nemen. Ik mocht het hier nou proberen, ja. Superleuk, elke dag vers brood. Ja, het ziet er prachtig uit. Want dit is, hoe lang zijn jullie nou hier bezig? Sinds vorige week vrijdag en we blijven voorlopig ook nog staan. Ja. Want hoe lang is het plan om hier in de hal te blijven werken? Hoe lang weten we nog niet precies, maar we blijven voorlopig staan. Maar het ziet er heel aantrekkelijk uit, heel leuk, heel goed gekleurd. We gaan eens kijken wat Jan te bieden hebt. Oké, dank je. Ja, Jan, als je hier komt, dan wil je een hotdog, hè, want dat staat erop. Maar dan gaan we even kijken wat je te bieden hebt. We hebben hier de klassieke hotdog. De normale hotdog, er zit uitjes, augurk op, ketchup en mosterd. Mm-hmm. En dan buiten de normale hotdog heb je hier... Hebben jullie een hele reeks, met andere hotdogs? Dus met avocado en guacamole. Ja. Een New Yorker is met zuurkool en mosterd. Een cheese dog is met kaas, augurk, frituurde uitjes en een lekkere saus. Zo. Bacon dog en een chili dog. Huisgemaakte chili. Dat wordt elke dag vers gemaakt. Dat zijn dan echt wel de mooie aangekleden specialiteiten die je maakt, hè? Ja. En dan is de mogelijkheid bestaat ook nog, zie ik hierin, om een aantal toevoegingen eventueel apart. Ja, je kan gewoon zelf kiezen wat je wil. Ja. Een hotdog, tomaatjes, pepertjes. Je kan hem ook helemaal eigenlijk, je kan hem maken hoe je wil. Je kan hem ook helemaal zelf samenstellen als je dat zou willen. Ja. En dan heb ik hier nog iets heel apart staan. Een nachos. Een nacho. Er gaat warme kaassaus overheen. Hier zit salsa saus, guacamole. Er komt pepertjes op, tomaatjes en versgemaakte chili con carne. Oh ja, nou dat ziet er ook heel aantrekkelijk uit. En wat is op het ogenblik, zover je hebt kunnen merken, hier in Bergen op Zoom het meest gevraagd? Het meest gevraagd is de normale. De normale, hè? Of een met bacon. Of de bacon. Bacon dog. Of de bacon hotdog. Ja. En ja, wat gebruik je? De broodjes die je daarvoor gebruikt, want dat is een basismateriaal. En de worstjes. De worst, Waar haal jij die vandaan? Ja, ik haal het elke dag gewoon vers. Ja. En jij ofwel... De broodjes die bak ik ook de hele dag door. Bak ik die af. Ja. Want hoeveel dagen per week ben je hier geopend? Ik ben maandag en dinsdag dicht. De rest van de dagen ben ik geopend van 11 tot 6. Ja, van 11 tot 6. Ja. En
Hoe loopt het? Hoe is het gevallen? Ik ben tevreden. De eerste dagen was paasweekend dat ik open was. Ja. Dat was aardig druk. Was heel druk natuurlijk. Ja, was heel druk. En door de weekse dagen komt ook wel een pijl in omhoog natuurlijk. De mensen moeten het ook weer een beetje gaan weten. Hè? Ja, er was wel veel sprake over op Facebook. Over de lumpia kraam en dingen. Maar ik vind gewoon als jij een lumpia wil, dan rij je een stukje verder. En als je een hotdog wil, dan kom je hierheen. Ja, precies. Er zijn altijd mensen met verschillende meningen. Ja, 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 ja. Ja, een belangrijk onderdeel van de hotdog is natuurlijk het worstje. Ja. Heeft hij nog een speciale naam, Jan? Frankfurter of... Dit is gewoon de Amerikaanse hotdog. De Amerikaanse hotdog. Ja, ja. Of de Bergse hotdog. Kom je trouwens uit Bergen op Zoom? Ja, ik ben geboren in Bergen op Zoom. Oh, je bent geboren in Bergen op Zoom. Ja. Maar leuk om hier te staan, want als je in Bergen op Zoom bent, dan ken je natuurlijk ook veel Bergenaren. Ja, er komen heel veel bekenden langs, vind ik ook leuk. En die zullen af en toe zeggen, kom, weet je wat, we gaan even bij Jan. Die helpen mij gewoon mee. Ja. En ik heb begrepen dat er komt nog iets naast hier, er komt nog iets van een ijsfaciliteit hier naast jou. Ja. Daar is sprake van. Ja, maar ik weet niet precies Maar dat zou dan ook weer een mooie aanvulling zijn op het totaal. Dat zou een hele mooie aanvulling zijn, want hoe meer mensen erop afkomen, dat is beter voor mij natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, en voor ons best beide. Ja, want jij doet dat, jij staat hier vaak, maar je hebt ook af en toe hulp van je vriendin. Ja, die dan jou aflost en zo. Ja. En jullie komen uit een familie die hier wel heel veel ervaring mee heeft, hè? Ja, heel veel. Hele ondernemende familie. Ja. En dat ben ik zelf nou ook. Dit is voor het eerst dat ik het zelf doe. Ja. Jan, mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben 20 jaar. Ja, 20 jaar, man. Ja. Heel je leven ligt nog voor je. Ja. Nou, fantastisch, toch? Ja. En wat doen jullie nog meer? Want ik heb begrepen in Antwerpen en ook nog in Barendrecht of zo, oliebollen? In Zwijndrecht. Zwijndrecht. Hendrik Iduambach. Ja. Een oliebollenkraam met mijn vader en moeder. En in Antwerpen, het Centraal Station. S'winters hotdogs en zomers aardbeien met fruit en chocola. Oh ja. Ja. Precies. Ja.